Nico is eigenlijk een jong rendier die op zoek gaat naar zijn papa. Want zijn vader zou een van de rendieren zijn die met Santa Claus, met de kerstman, meevliegt. Onderweg komt hij inderdaad een aantal diertjes tegen. Onder andere de wezel die ik speel. En die begeleiden hem op weg naar daar. Als mijn papa echt bij de vliegende brigade zit, waarom kan ik dan niet vliegen? Niemand weet precies waarom de brigade van de kerstman echt kan vliegen, Nico. Ik speel eigenlijk de rol van Julius, dat is een vliegende eekhoorn. Maar zo ja, die vliegt zo, die heeft eigenlijk niet meer vleugels dan zo een verlept uit vruiken met zo wat vel onder haar armen. Hè. En ik ben eigenlijk zo ja, de surrogate vervangvader van dat rendierke. Maar ik heb eigenlijk geen fluit te zeggen aan die kleine. Kom terug! Als iemand hoort dat jij naar het arendsnest wilt gaan. Ik heb meer tijd, hè. Ja. Ik heb ook de film Cars gedaan. In Cars was ik dat takelwagentje. Het was wel een beetje makkelijker, omdat ik daar het Urbanus roepstemmetje meer kon doen. Hé, hey, mannet, is daar te doen? Hey, wat staat jij daar nu weer te doen? Door het feit dat ik hier toch wat een meer bezadigde eekhoorn ben, kan ik niet te veel met dat stemmetje uitpakken. Het is meer met mijn gewone spreekstem dat ik het moet doen. Hier is maar plaats voor één, madame. Fijn! Ik zal uw gerimpeld vel nog eens redden. Ik heb helemaal niet lang moeten nadenken toen ze mij vroegen voor die rol. Vooral toen ik wist met welke mensen het werd gemaakt. Ten eerste, dus achter de schermen Erik, de regisseur. En dan toen viel de naam van Urbanus. En toen dacht ik, ah ja, natuurlijk. Dat is mijn grote voorbeeld in het leven geweest om te gaan doen op theater wat ik doe nu. Dus ik grijp die gelegenheid aan om er een keer mee samen te werken. En ik had de situatie volledig onder controle. Je was wel een halve kilometer van tevoren. Ik ben hier een andere film aan het inspreken. Zo'n opname zelf is een enorme grote concentratie. Ja, je moet echt aan 27 dingen tegelijk denken. Hè. Dus één, je moet die timecode in de gaten houden. Op 03.44 en een klein bekken moet je beginnen spreken. Ja, ik moest weer al bezig zijn. Tussendoor mag je inderdaad niet vergeten van veel plezier te maken. Maar de beste combinatie in werk, zoals ik het altijd ondervind in mijn shows ook, is zeer geconcentreerd werken en toch veel plezier maken. Het kerstkasteel is die kant uit. Oh, dat was nog goed. Ik ben nooit een soort acteur geweest die daar eerst drie kwartier op zijn kop moest zitten mediteren over wat ik ga doen. Dat was vroeger ook mee optreden. Dus ik kwam 5 minuten voor aanvang aan en die schouwburgdirecteur, maar allee, Herman van Veen, die zit hier al van 2 uur te mediteren. Ik zeg, ik kan veel beter spelen met een adrenaline van in mijn notte, ga ik op tijd zijn. En nu is dat ook zo. Ik laat dat zo op mij afkomen en dat zal wel smooth verlopen. Phew. Niet te geloven. En ik heb zelfs geen schrammetje. Oh.